door mij heen ging, er is een baby die in nood is. En dan, omdat die deur op slot was, dacht ik, dit is ernstig. En ik moet binnen geraken. Je suis un policier. Ouvrez la porte, s'il vous plaît. Een jonge vrouw uit Leuven ontsnapte op het nippertje aan een verkrachting in het appartement waar ze op een peuter paste. De dader was haar gevolgd toen ze binnenging in het gebouw. De bovenbuurman hoorde haar schreeuwen en kon de dader zo wegjagen. Na de feiten werd deze robotfoto van de man gemaakt. Politie en parket vragen uw hulp om hem op te sporen. 6 oktober vorig jaar. Rond 6:30 s'avonds wandelt een kinderoppas met een peuter van 1,5 jaar naar huis. Ze zal op hem letten tot zijn moeder thuiskomt. Maar wanneer ze het appartementsgebouw binnengaat, wordt ze gevolgd door een man. Het meisje kwam binnen in het appartementsgebouw en merkte eigenlijk onmiddellijk dat er een man mee met haar binnenstapte. Die toonde haar een soort van flyer en zei tegen haar in het Frans, je dois le donner. Waardoor hij de indruk wekte, ik moet hier binnen zijn, ik moet dat flyertje gewoon bij iemand afgeven die ik ken. Dus ze was eigenlijk nog niet meteen gealarmeerd en ze heeft hem ook gewoon mee binnengelaten. De man stapt samen met de jonge vrouw en de peuter in de kleine lift. Hij drukt niet zelf op een knop om naar een verdieping te gaan. Hij ging gewoon mee in de lift staan, volgde mee met haar naar hetzelfde verdiep. Dat vond ze wel raar. Ze heeft geprobeerd in het Frans een gesprek aan te knopen, maar hij reageerde daar niet meer op. De man houdt nog steeds de flyer vast. Dat zegt misschien iets over zijn woonplaats. We hebben grote vermoedens dat de man toch wel ergens uit de streek afkomstig is. Specifiek omdat hij die flyer hier bij had en die is hier heel lokaal gebust. En het ging ook eigenlijk over een evenement dat in Leuven plaatsvond. Nu, de man sprak Frans, maar ook daar hebben we het vermoeden dat dat misschien niet zijn moedertaal is. Wanneer de liftdeur opengaat, doet de man alsof hij verder op de gang moet zijn. De kinderoppas zet de buggy binnen. Maar als ze de deur wil sluiten, glipt de man mee naar binnen. De verdachte heeft, eens hij binnen was, onmiddellijk gezegd in het Frans, ik ga je verkrachten. Dat kan ofwel met geweld ofwel rustig. Hij heeft ook onmiddellijk tussen haar benen gegrepen, waarop het meisje zich is beginnen verweren. Ze heeft met een sleutelbos geslagen in zijn gezicht, is hem beginnen krabben. Die schermutseling moet vrij hevig geweest zijn. Op een gegeven moment heeft ze zelfs haar vingers in zijn mond gestoken, waarop hij is beginnen bijten. De jonge vrouw krabt, slaat en schreeuwt. Een bovenbuurman hoort het lawaai. Plots hoorde ik een ongelooflijk gekrijs. Ongelooflijk. En ik ging even kijken en horen, dat was gedaan. En dan ben ik terug naar de keuken gegaan en dan bleef dat duren. Ik heb nog nooit zo iemand horen krijsen. En dan ben ik naar het appartement gelopen en dan ben ik beginnen kloppen op de deur en laat me binnen alsjeblieft. En dan dacht ik, daar is een gevecht. Ik hoorde gestommel en geduw en dingen die op de grond vielen. En dan ben ik blijven kloppen, laat mij binnen, laat mij binnen. En dan dacht ik, misschien kent je geen Nederlands. En dan heb ik beginnen roepen, call the police, telefoneer la police. Roep de politie. En dan bleef ik nog eens kloppen, echt bijna dat ik de deur in klopte. En dan heb ik geroepen, I am a policeman. Je suis un policier. C'est la police ici. En dan stopte het gestommel. Stilte. Dan trok iemand de deur open. En die man was vol met bloed. Die bloedde langs zijn ogen, langs zijn lippen. Die stond daar en ik dacht, dit is het slachtoffer. En die man keek mij aan en dan heeft hij mij opzij geduwd en naar beneden gaan lopen. Ik heb nog nooit iemand zo snel de trap zien aflopen. Pas wanneer hij de kinderoppas ziet, beseft de buurman wat er aan de hand is. Dan heb ik nog geroepen, houd hem tegen, maar die man is onmiddellijk buiten geraakt. Die is 4 verdiepingen naar beneden gesprongen bijna, denk ik. Dankzij de buurman is zeker erger voorkomen. Zeer vaak gebeurt het dat mensen wel iets horen, maar geen actie ondernemen. Dus wanneer je dit soort feiten hoort, is het toch wel essentieel dat je iets doet. Al is het de politie verwittigen die dan een kijkje komt nemen als je zelf niet durft, maar doe alsjeblieft iets. De dader is sindsdien spoorloos, maar de politie rekent op getuigen.
Mensen die de verdachte hebben zien buitenlopen. Dus die man had een heel bebloed gezicht. Dat moet heel opvallend geweest zijn. Daarnaast zoeken wij natuurlijk ook getuigen die de man misschien kennen. Die moet waarschijnlijk een aantal dagen na de feiten duidelijke wonden in zijn gezicht hebben gehad. Dus ja, als je die man kent, zal dat toch wel opvallend zijn. De feiten gebeurden op 6 oktober van vorig jaar rond 6:30 s'avonds. De dader zou tussen de 40 en 45 jaar oud zijn. Hij heeft een lichtgetaande huidskleur en kort donker haar. Hij had toen ook een stoppelbaard. De man is ongeveer 1,75 meter lang en struis gebouwd. Na de feiten moet hij wonden op zijn gezicht hebben gehad. Hij was toen heel fel aan het bloeden. Tips zijn welkom op het gratis nummer 0800 30300 of via mail.